De politie heeft op het Maaswaalkanaal gezocht naar de vermiste Marga Peperkamp. Tijdens een zoektocht met speurhonden waren er sporen gevonden langs het kanaal, waardoor de politie op donderdag besloot te zoeken in de waterweg. De 60-jarige vrouw is dinsdag in overspannen toestand vertrokken uit haar woning op de Jadestraat. Vervolgens werd er woensdag een zoekactie op touw gezet door een stichting van vrijwilligers met reddingshonden. Omstreeks drie uur in de middag had de politie nog niets gevonden. Tegelijkertijd ging de zoekactie met honden door aan de Vossendijk. Niet omdat er een directe aanleiding was, maar uit voorzorg.